Ik heb nog een trouw in mijn kast hangen. En die heb ik in... wanneer zijn wij toen in het huis naar dat kwekerijtje geweest? Wat, november, december? Ja. Die is 3 keer gewassen en dat ding dat meurt nog naar de hennep. Ja, precies. Shit, auto is weer. Thuis. Goedendag. Volk! Is niet maar thuis, jongen. Nee, hè? Zijn er gisteren nog geweest? Gisteren zijn die nog voor een bepaalde persoon geweest. Weet je hoe laat ze weg zijn gegaan? Gisteren ben ze nog maar één mes, dus een busje geweest. Het is gewoon een kwartiertje geweest pas we weg. Oh, goed. Weet je of er iemand is die een sleutel heeft van het pand? Nee, mij niet bekend. Buurt... Het is een hele vreemde geval, deze woning. Ja? Ja. Ja, in wat voor opzicht dan? Nou, algemene gedachte is hier in het dorp, zeg maar. Dat dit woning is dat door een bepaalde iemand gekocht is, of betere persoon. Ja. En dat hier wat gebeurt, wat daglicht niet verdragen kan. Ja. Dat is de algemene gedachte hier in het dorp. Kent u de mensen die hier wonen? Ook niet. Ook niet. En er zijn ook nooit dezelfde mensen. Dan komt dit er en dan komt dit er. Ja. Dan is die luxe wagen en dan is dit er. Ja. En de baas die reed in holle dikke open, zoals ik was. Volgens mij is dat de hoofdman hier zo. Oh, oh. En dan wordt er wel door droog en dom. Wiet van teelt of aan het koken of van die andere planten. Ik word ook wel. Nee. Ik denk, is wel vreemd, zeg maar, hij wordt nooit bewoond. En ze hadden dan nog maar zitten, dus hier wat veel krachtstroom hier liggen. Ja. Krachtstroom. En als iemand geen woning bewoont en geen keuken nodig heeft, wat doet er dan krachtstroom? Ja. Nou, we gaan wel kijken. We kan niks bewijzen, maar in hier de algemene gedachte hier is het dorp dat het niet pluis is. Nee. Ik zou even informatie daarvan willen aannemen. Dan moet hij ook wel. Hè? Kom hier, man. Ja, man. Nou, ik nog. Nou, lekker zakken. Je ruikt hier ook wel. Je kunt hier wel ruiken al. Ja. Ik ben hier echt van het zin. Ik zie het licht ook wel. Kijk, je kunt door het raam heen. Kun je de handen wel eens in? Ja, mooi kwekerij. Ja? Ja. Ik word er wel wat rustiger van dat we in ieder geval wat hebben gevonden. Want het is wel lullig als je. Ja. Dus hier komen die niet. Dat was ook wel verwacht, hè? Kan in bek. We kunnen gewoon ruimen. De planten die kunnen straks worden vernietigd. Die kunnen naar Uske toe om vernietigd te worden nadat ze eerst allemaal geteld zijn. Ja. Waar komt het weg aan? Nog wel. Geestverruimend onafhankelijk. Twee van die doosjes. Essentie. Er is ook een nota van 10 februari. Toen heeft hij dat Tempex gekocht. En die voedingsbodem voor die stekjes. Paspoort. Bankpasje. Oh nee, dat is een ID-bewijs. Ja, dat is de eigenaar van het spul. Ja. Braziliaanse meneer met zijn... deze auto stond van de week voor de deur van deze mevrouw. Ik werk bij de politie, hier in Oudhuizen. Mijn naam is Jos Dekker. Ja. Ik moet je van tevoren meedelen dat je niet tot antwoorden verplicht bent. Ja. Dus als ik vragen stel, dan hoef je daar niet op te antwoorden. Nee. Ik leg eerst even uit waarom wij hier zijn. Ja? Zullen we even gaan zitten? Ja, is goed. Jullie krijgen ook een procesverbaal van mij, van binnentreden. Zodat op zich gewoon duidelijk is dat wij gelegitimeerd hier binnenkomen. Want wij gaan niet zomaar een woning in. Ja. Wie is eigenaar van de kwekerij? Ja, maar het is geen kwekerij namelijk. Wie? Wat voor plant is dit? Deze kwaliteit, dit is een Santa Maria. Ja, maar dit is een cannabisplant. Ja, maar het is een kwaliteit die niet die is anders dan de andere. Wat voor gedeelte van de plant gebruik je? De boes. De top. De top. Ja, en wat doe je daarmee? Roken. Roken, ja. Die droog je, die vermaal je.
Ja. En die wordt gerookt. En die wordt puur gerookt, niet met de bak. Puur gerookt, nee, puur. Absoluut niet met de bak. Maar wie neemt er van jullie af dan? Want dit rook jij niet allemaal alleen op. Nee, maar wij... Nee. Maar zo is het ook niet, hè. Wij gebruiken het in de doctrine. En ik heb hier al Nederland met de regering op velelei manieren geprobeerd om contact met ze te maken. Om te zeggen, jongens, luister nou even. Ja. Hè, wij hebben de mogelijkheid om, zeg maar, onderwijs te geven over de kracht van deze plant. Maar hebben jullie dan vergunning of niet? Nou ja, ik zal even de brief maken. Ah. Hey, kijk, dat is wat. Pois é, um pouco difícil, né? Porque ninguém compreende. Se eu pudesse compreender. Spreek je een beetje Hollandês of niet? Nee. Brasileiro, hè? Brasileiro. Ja, daar verbergen we over, hè? Dat dit hier. Dit is een hele. Dit is best zo mooi. Ja. Ja. Dit is vrij, hoor. Dit was een verdachte boom, joh. Verdachte boom. En als ik de brief van premier Wim Kok de wijk mag halen, ja. Zal ik hem even snel pakken? Ja, pak hem maar. Maar jullie hebben geen vergunning om dit soort planten hier te kweken? Nou ja, dat ligt aan hoe je dat bekijkt, volgens Belgische regels, nou, denk ik. Gaan we straks bekijken, want mijn voorstel is om straks even naar het bureau te gaan. Ja, word ik dan boos als ik dat zo zeg? Want, Nee, daar word ik niet boos om. En dan pakken we de koffer erbij en dan zie ik die brief ook. Ja, we hebben het zo. Oh ja, ja, jammer. De baklijn hier. Ja, ja, ja. Een medisch pleintje. Kijk, dat is die man. Dat is ook eigenlijk. Dat doe nog maar. Die kreeg maar oude brood voor je zin. Waarom kwamen jullie erbij om naar Groningen te komen? We zijn hier eigenlijk een beetje gekomen met de wil om een beetje in wat rustige omgeving een centrum te openen voor de werken spiritueel. Oké, maar je ziet het goed met zo. Nou zeg, want er is één ding zeker. Wij allemaal in de wereld van het materiële zijn allemaal vastzitten we aan het materiële en onze verslaving. Voor de een is de koffie, voor de ander is dat. Mm-hmm. Hè? Maar het contact echt met de broeders en zusters van, hey, jij hebt ook honger, oh, ik geef wel een beetje eten voor mij. Mm-hmm. Hij zegt, dat is bijna hier niet te vinden. Maar in deze doctrine zijn we aan het werken, mm-hmm, om ons klaar te maken voor dit. Ja, precies. Maar zijn bedoelingen kunnen ook best integer zijn. Alleen het probleem is in Nederland dat het bij wet verboden is. Ja. Ja, ja, goed, we zijn een proces en ik weet gewoon wat ik aan het doen ben. Oh, ja, dit is het verhaal van hem van Santa Maria. Ja. En dan zal ik dit... Lied is in Portugees ontvangen, maar hier heb ik het vertaald in Nederlands. Dat is één liedje over Santa Maria. Ja, is die bied van Santa Maria. Spiritueel ben. Ik ga je een mooi verhaal vertellen van het plantje waar ik veel liefde voor heb. Ze was klein, vader zag het. Oh, ela era bem pequenina, padrinho viu e abençoou. Eu vou contar uma bela história da plantinha que mais tem amor. Ela era bem pequenina, padrinho viu e abençoou. Ele disse, presta atenção, a quem tem uma força divina. Quem souber da consagração, tem uma mãe que nos ensina. Como esta planta também se cura e tem mais luz no seu caminho. Com galho verde em sua mão, o anjo veio e fez a profecia. Agora vamos ter união e mais respeito. Feito a Santa Maria, com galho verde em sua mão. O anjo veio e fez a profecia, agora vamos ter união. É mais respeito a Santa Maria, agora vamos ter união. É mais respeito a Santa Maria, vida! Bravo! Bravo! É muito forte ela, é. É noodzakelijk. De vergadering is geschorst. Hey! Ja, stop. En dat we dachten van, god, dan gaan we eens kijken hoe snel we dat meisje op kunnen sporen. Hebben we gedaan als team. Ja. En we hebben haar gevonden. Jo. Ja. Dat is hier, want als goed is, zit ze in een zaal. Wat mooi, hè? Ja, ja, dat is ze. Met Lira Beentjes. Wat deed je daar? Nou ja, ik kwam aandacht vragen. Ik wilde een minuut, omdat ik wil spreken over de vrede.
Wij zitten in een probleem dat we in de oorlog zitten. Dit is Santa Maria. Dat kent u onder de naam Barnabies. En dit kan alles genezen. Ja. Afhankelijk van de persoon van de, om de wil hebben om te veranderen. En die werkt spiritueel. Nu heeft de politie heeft deze plan. Ik schors de vergadering. Ik schors de vergadering. Hoe ben je binnengekomen daar? De deur stond open. Prachtig, ja. Nee, dat is, ik hoop wel dat... Dankzij niet voor de neer, wat wil je zeggen? Ik hoop wel dat iemand ons zou kunnen helpen. Ik versta je heel graag. Nou, ze kregen ons wel wat meer spreekruimte, hoor. Ja. Ja. Ze zei tegen haar, nou, ik meen oprecht, ik hoop... dat uit onderzoek blijkt dat het gewoon onschuldige vloeistof is, dat hij gewoon terug kan. Ja, zegt ze, en dan, maar dan drinken wij een glaasje erop, hè, zegt ze. Ze ja, dat heb ik beloofd, dus daar hou ik me ook aan, dan drink ik met jullie een glaasje. Maar dan laat ik haar wel eerst even drinken. Want voor hetzelfde geld, dat spul zit nou een paar weken bij ons in het magazijn. Staat er simpel wat ding op. Ja. Je bent mooi op tijd. Ja, nou, je bent iets te laat. Hoi, Jos Dekker. Hoi, hoe is het? Hoi. We hebben in totaal 10 containers meegenomen bij jullie. Ja, precies. En dat zijn containers van 12 liter elk. Met betrekking tot mijn vraagstelling, hè, van komt deze stof voor in de opiumwet, concludeert het gerechtelijk laboratorium dat DMT, dat vermeld staat op lijst 1, behorende bij de opiumwet, en dat hij dus onder de opiumwet valt, dat hij dus verboden is. Door de opiumwet. Estamos sabendo agora disso que é drugs aqui. U zegt mij dat het drugs is, maar zegt dat weet ik helemaal niks vanaf. Nee, maar volgens de Nederlandse wetgeving. We hadden een afspraak, hè? Ja. En die, ik zou het gaan proberen op het moment dat zou blijken dat het niet onder de opiumwet viel. Maar goed, ik hou me aan die afspraak. Het valt wel onder de opiumwet. Dus, en om weer frak te hebben. Er valt last van mij af. Ele disse, eu fui combinado para você, eu vou ter ou vou tomar? Acabou, era o que eu ia falar agora, era a maior vontade que eu tenho, que você conhecesse para você ver a história do Daime como não é o que o povo diz. Ik begrijp wat voor waarde het voor jullie heeft, en als je dat dan met iemand die niet deel uitmaakt van jullie kring wil delen, ik voel mij zeer vereerd. Maar de rechter die bepaalt uiteindelijk of het strafbaar is, maar ik acht de kans daartoe wel heel erg groot. Maar ik raad je in ieder geval aan, van ga daar wel naartoe naar die zitting. Hebben die mensen ook een leuke dag? Hè? Deze liter aqui. 12. Ja, het is de 12, maar de mensen helpen. Ze komen ongeveer met 10 liter. Ja. Wat mij zei, mais melhor. Hoe ouder, hoe beter. Hoe ouder, hoe beter. Ja. Als een goede wijn. Vira um vinho. Quais um vinho. Ja, precies. Hij zegt, dat gaat ook worden, uiteindelijk komt het in een wijn. We gaan naar beneden. Het is van Mas DC, hè? Ja, prima. Jullie containertje blijft hier, hè? Ja, die container fica aqui. Ah, die loopt niet, dus... Dat is niet... We mogen niet eentje meenemen. Nee, helaas. Hondies. Oké, ik loop met jullie mee naar beneden. Ik ga daar zitten.